Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Dit is een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Het Nationaal COVID-19 Management Team informeert u vandaag wederom over de stand van zaken. Herbouw DNA-gebouw verloopt moeizaam door COVID-19. Gesprek over looppad blindencentrum en bespreking aanpassing COVID-19 maatregelen. De autoriteiten zijn momenteel druk bezig de voorbereidingen te treffen om de volgende groepen ingezetenen huiswaarts te brengen. Het gaat in deze om Surinamers die gestrand zijn in onder andere Nederland. Om optimaal in contact te zijn met de Surinaamse burgers, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken WhatsApp-chatgroepen geopend. De nummers waarop geappt kunnen worden zijn Telesuur 8425998, Digicel 7660759. Vandaag is het Nationaal COVID-19 Management Team wederom ingegaan op de ontwikkelingen in Suriname met betrekking tot het COVID-19-virus. Kijkt u mee naar het volgende verslag. Ik zal de presentatie van vandaag doen in het kader van de mededelingen die reeds eerder vorige week volgens mij zijn gegeven met betrekking tot de situatie in het binnenland. Het is goed om in het algemeen te zeggen dat al onze 51 polyklinieken vooralsnog zitten in het gebied in het binnenland. Dat is afgesloten. Als u naar de eerste slide kijkt, hebben we het gebied verdeeld in 5 regionen. En de eerste is vlak onder de, zeg maar, de lijn van afsluiting, terwijl het overgroot gedeelte zit in het zuiden bij onze inheemse broeders. Ik moet aangeven dat de activiteiten die de afgelopen tijden zijn uitgevoerd zich concentreren rondom een stukje bewustzijn brengen naar de gezondheidswerkers in eerste instantie. En de PPE-training, dat is dus de training om de mensen voor te bereiden op in de omgang met een eventuele suspecte case. Daarnaast hebben we ons geconcentreerd rondom het distribueren van PPE's naar de verschillende polyklinieken van ons. Wij concentreren ons ook rondom het uitvoeren van epidemiologische missies naar de diverse gebieden om op een actieve wijze cases te vinden. Vaak genoeg heb je niet veel informatie, maar op het moment dat we horen dat er een suspecte case ergens is, dan bereiden we verschillende teams voor om die gebieden aan te doen. En last but not least, de awareness activiteiten voor de diverse gemeenschappen in het binnenland. Ja, volgende slide. Deze awareness activiteiten die voeren we uit door middel van sessies die we hebben met het traditioneel gezag, zoveel als mogelijk informatieve sessies, maar ook sessies waarin we een aantal punten discussiëren. En daarnaast hebben we voorlichtings- en andere activiteiten uitgevoerd. Audio commercials, maar ook video commercials hebben we uitgevoerd, ontwikkeld en uitgevoerd in het binnenland van Suriname. En daarnaast hebben we ook alle andere partners in de binnenlanden gecontact, NGO's, CBO's, andere actieve groepen in de gemeenschap hebben geprobeerd te betrekken bij deze grote activiteit. Groepen zoals FITS, COSMOS, een aantal grote groepen hebben we gecontact en we zijn in discussie met ze hoe we samen deze activiteiten in het binnenland kunnen uitvoeren. Volgende slide. De situatie in het grensgebied, in het oosten. U ziet daar een map van ons oostgrens. Ik zei al dat we 5 polyklinieken hebben geïdentificeerd als coördinerende polyklinieken. Vanwege de groeiende dreiging
en ik kom later hierop terug, de groeiende dreiging van onze grensgebieden, moesten we dus in dit gebied een aantal polies extra voorbereiden op deze dreiging. En deze polyklinieken zijn Lange Tabbetje, Gakaba, Stoelmans Eiland, Lawatabiki en KWM Haken. In het westen hebben we dus tot op dit moment zijn alle posten ingenomen. Er zijn niet een heleboel problemen daar. Wat er ook gerapporteerd is, is dat de vissers natuurlijk ook hebben gevraagd als ze natuurlijk weer de rivier op mogen gaan. Er komen een aantal verzoeken binnen voor gewoon normale economische activiteiten. Maar die worden dus binnen het managementteam afzonderlijk behandeld en beoordeeld. En op basis van dus de argumentatie dat is aangegeven, wordt dus positief of negatief daarop gereageerd. Dus in het westen is alles tot op dit moment onder controle. Voor wat betreft het oosten... Zoals u weet is eigenlijk de grenzen van ons en met name onze oostgrens heeft heel veel aandacht van ons gevraagd. Vandaar dat de president dus gelanceerd heeft deze operatie. In het oosten is er dus ook gerapporteerd door de verschillende DC'en, maar ook de commandanten op het veld, dat er veel minder bewegingen zijn. En dat er natuurlijk gevallen zijn, de uitzonderlijke gevallen, de mensen, onze burgers, die denken dat ze toch misbruik of gebruik kunnen maken van de mazen binnen het systeem, om toch op de rivier te komen of om zich toch te bewegen tussen de gebieden. Maar aangezien de posten dus op strategische plekken zijn geplaatst, komen we er wel achter en dan kunnen we ze op een of andere manier toch stoppen. En dan kunnen we ervoor zorgen dat er niet, geen bewegingen plaatsvinden, dus die niet essentieel zijn. Voor wat betreft Midden-Suriname, met name de controleposten te Witagrong, Pikinsaro, maar ook de controleposten Carolina, de Carolina-brug en ook die van Krakka. Er zijn een aantal telefoontjes vandaag geweest naar het managementteam, maar ook naar andere functionarissen binnen de overheid. En met name telefoontjes van ondernemingen of ondernemers die dus in dit gebied opereren. Laat me dit ervan zeggen. Er is dus een segmentering heeft plaatsgevonden tussen de twee gebieden, tussen het zuiden en het noorden. En vorige week donderdag is dus precies uitgelegd waar dus de onzichtbare lijn getrokken is. En er is dus ook aangegeven dat er geen bewegingen mogen plaatsvinden, dus geen verkeer vanuit het ene gebied naar het andere gebied. Maar je mag wel gaan vanuit Paramaribo naar Para, vanuit Paramaribo naar Nikeri of helemaal naar Marowena. Er zijn wel controleposten. Dus u gaat bij de controleposten wel gestopt worden en u gaat een aantal vragen moeten beantwoorden. Zoals van waar komt u, waar gaat u naartoe en wat is het doel en nog een paar andere vragen. Maar zolang u dus die lijn wil passeren vanuit de kustvlakte naar het binnenland, dus u wil vanuit Paramaribo, om slechts een voorbeeld te geven, vanuit Paramaribo via Para naar Apora, dan begrijpt u dat u bij de post van Witagrong gestopt zal worden. En waarschijnlijk begint het vanaf Pikinsaro al. Dat men u zal vragen waar u naartoe gaat. En mocht blijken dat u dus naar Apora gaat en u heeft geen toestemming van het managementteam, dan gaat u dus daar gestopt worden. En eigenlijk wordt aan u gezegd dat u terug moet keren om uw zaken in orde te maken. Voor de ondernemers die dus in het gebied opereren, met het gebied bedoel ik waarbij ze dus via de... van het ene gebied naar het andere gebied moeten gaan, is dus gevraagd dat ze contact opnemen met het managementteam. En contact opnemen betekent dat u verzoek indient bij het managementteam op het kabinet van de president en daar wordt dus uw verzoek behandeld. En er zijn enkele simpele vragen die gesteld worden. Als u alles in uw verzoek zet en het is duidelijk, wordt u niet teruggebeld, dan krijgt u meteen antwoord. Is het onduidelijk, wordt u gebeld en dan worden dus bepaalde zaken nog aan u gevraagd. De herbouwwerkzaamheden van het oude parlementsgebouw en algemene zaken, welke 6 maanden terug zijn gestart, verlopen moeizaam. Geen volle bezetting en stagnatie in de levering van materiaal zijn de voornaamste oorzaken die de bouwwerkzaamheden beïnvloeden. Een overmachtssituatie door COVID-19. We zullen te zijner tijd een inhaalmanoeuvre doen.
Niemand kan eromheen. We zitten allemaal met hetzelfde probleem. Dit geeft de projectleider Bouw DNA Gebouw, Philip Dikland, aan in gesprek met het Nationaal Informatieinstituut. Er worden twee gebouwen in principe herbouwd. Dat is het oude DNA-gebouw en het oude ministerie van Algemene Zaken. Als ik achter me kijk, is het DNA-gebouw het gebouw in de hoek. En het ministerie van Algemene Zaken, dat is aan mijn linkerkant. Beide worden gebouwd op een zodanige wijze dat het vanaf de straat lijkt alsof het de oude gebouwen zijn. Maar in feite zijn het toch moderne stenen gebouwen met alleen een houten voorgevel. Omdat het geen zin meer heeft om iets wat al helemaal weg was, echt meer te restaureren met alle problemen van dien. Waar we behoefte aan hebben is goede, fatsoenlijke kantoorgebouwen, maar die wel perfect passen in het oude straatbeeld. Vandaar dat de voorzijde eruit zal zien alsof ze 200 jaar oud zijn. Purup is een onderdeel van een lening dat de IDB heeft gedaan aan Suriname. Het gaat erom dat we zijn opgericht om ondersteuning te geven aan het ministerie van Onderwijs en Ontwikkeling, die het uitvoerend orgaan is. En zij doen dat via het directoraat cultuur. Het PURP is nu eigenlijk de body die helpt met het monitoren dat alles richtig en goed gaat. PURP staat voor Paramaribo Urban Rehabilitation Program en is sinds 2017. In het leven geroepen. Er zijn drie delen waarmee we ons bezighouden. Het gaat ten eerste om stedelijke verfraaiing, waarbij we de stad een andere glow, een andere look willen geven door onze straten aan te pakken en dan niet zozeer het asfaltgedeelte, maar de sidewalks en al dat soort dingen. De stad een beetje mooier maken. Twee is dat we gebouwen gaan renoveren. Both private en public. En drie is dat we instituten gaan ondersteunen om later over te nemen wanneer dit project voorbij is, dat zij dan verder kunnen gaan. We zijn 3 maanden geleden begonnen. We gaan opleveren in februari 2022. We zitten nu ongeveer op 14% van het werk. We zijn dus nog druk bezig gewoon met de funderingen. We zijn dus nog steeds een beetje in het begin. Het zal nog flink wat gebouwd moeten worden eer we klaar zijn. Er is geen speciale reden waarom we het DNA-gebouw hebben gekozen. Maar ik denk dat het toch een van de belangrijkste geschiedenisonderdelen is van Suriname. En dat we het dus weer in leven roepen. Het gaat niet precies zijn als het oude DNA-gebouw van de binnenkant, de buitenkant gaat wel hetzelfde zijn, maar zodat we weer een beetje leven brengen in ons erfgoed. Het totaalbedrag dat is geleend voor dit totaalproject, niet alleen voor het DNA-gebouw, is 20 miljoen. Een van de projecten is dat we de waterkant willen gaan opfleuren, ombouwen. Voor mensen die komen, dat gezinnen meer naar buiten komen. En een van de doelen is ook dat we mensen proberen te trekken naar de binnenstad buiten de werkuren om. Zodat de binnenstad wat meer opfleurt in de avond of in de namiddag. Na 5 uur is de binnenstad zo goed als leeg. Dus we willen eigenlijk dingen creëren, programma's, dingen zodanig inrichten in de binnenstad. Dat mensen, gezinnen, een beetje gezin hebben om terug te komen na het werk, om te chillen, iets leuks te doen. Weet je, dus het is een van onze doelen. En dus daarom willen we dan ook de waterkant aanpakken. De Wegenautoriteit van Suriname heeft een nieuw voetpad aangelegd. Dit pad is bedoeld om personen met een visuele beperking de mogelijkheid te bieden om zich veilig in het verkeer te kunnen verplaatsen. Het pad loopt vanuit het blindencentrum tot naar de Johan Adolf Pengelstraat.
Het aangelegde pad is op 30 april jongstleden in gebruik genomen. U hoort meer hierover van directeur Natasha Hanenberg-Agard van de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname. We hebben op 30 april jongstleden hebben we opening gehad van een looppad dat speciaal bestemd is voor visueel beperkten, dus blinden en slechtzienden. En het belang van het looppad is dat het is aangepast aan de behoeften van mensen met een visuele beperking. Dus het looppad, op het looppad kunnen mensen zich makkelijker verplaatsen van het blinde centrum tot naar de hoek met de Pengelstraat. Nou, dus het looppad is gemaakt van speciale stenen. Het is volgens een internationaal ontwerp. En het zijn speciale stenen die de mensen dus voelbaar zijn voor degenen die met een stok lopen. En ik denk dat ook voor de slechtzienden het ook makkelijk zichtbaar is omdat het met gele stenen is aangelegd. Maar de stenen hebben dus ribbels waardoor ze als ze met hun stok over het pad lopen dat ze het daar ook makkelijk kunnen voelen. Kijk, bij de verschillende, bijvoorbeeld als ze bijvoorbeeld op de hoek van een straat komen, want je hebt bijvoorbeeld tussen het Blindencentrum en de Pengelstraat, heb je de Kalkbranderstraat. Als ze op de hoek zouden komen van de Kalkbranderstraat, dan zijn er dan weer andersoortige stenen die weer een ander soort motief hebben. Dat zijn meer van die blok, een soort blokjesmotief. En dan voelen ze dan ook aan van, hé, hier verandert de situatie. En dan weten ze dat ze of op een hoek zijn, of dat het pad een andere richting zal aannemen. Dus er zijn met verschillende soorten motieven gewerkt. Gewoon ribbels, dat is gewoon voor het pad, om het pad te vervolgen en op verschillende hoeken. Dan zijn er van die, is er een blokjesmotief. Nou, het idee is er al vanaf 2012. En eigenlijk is het ontstaan omdat de situatie tussen het Blindencentrum en de Pengelstraat voornamelijk, wij hadden toen gemerkt dat het minder toegankelijk was. Bijna onbegaanbaar, vooral in de regentijd. Kijk, nu zitten we in de regenperiode. En vooral tijdens de regenperiode, dan liep het trottoir onder water. Het was onder water, je had van die open rioleringen, waardoor de mensen genoodzaakt waren om op het asfalt te lopen, op de rijbaan. Met alle gevaren, want er komen dus wagens aangereisd vanaf de Pengelstraat. Kwamen er dus wagens aangereisd over de Dr. Sophie Redmondstraat. En lopen op de rijbaan is dan gevaarlijk, vooral ook als je een visuele beperking hebt. De open rioleringen maakten het ook niet zo makkelijk voor de doelgroep. Een aantal zijn in een open riolering gestapt. Er was een hele grote open put, was er op het trottoir. En waardoor het idee toen ontstond van, hey, als we nou een voetpad laten aanleggen, zodat de mensen tenminste vanaf de Pengelstraat tot het Blindencentrum veilig kunnen lopen. Dus toen hebben we dus de aanvraag gedaan bij de wegenautoriteit. Sowieso gaan we ze zich laten oriënteren op het voetpad, zodat ze het voetpad leren kennen. Een paar hebben zich al kunnen oriënteren bij de opening. En voor degenen die nog gebruik zullen maken, nu en ook in de toekomst, zullen we dan ook een kleine training geven, een kleine oriëntatie hebben op het pad, zodat ze weten van, hé, als ze deze stenen voelen, dan betekent het dit. Als ze dit voelen, dan is het dat ze bijvoorbeeld dus op een hoek komen of bij een zebrapad. Dus dat zullen we zeker dus doen in de toekomst. Nou, op het zebrapad is het eigenlijk met hetzelfde materiaal waarmee het zebrapad is aangelegd. Zijn er dan ook aanpassingen gedaan naar de overkant toe, naar de overzijde, dus de middenberm. Zodat de mensen vanaf het zebrapad voor de NSBS voelen ze eigenlijk hetzelfde motief zullen ze dan voelen. Zodat ze dan makkelijk kunnen oversteken naar de middenberm en van de middenberm dan naar de andere zijde van de Dr. Sophie Redmondstraat. Het is zeker belangrijk dat we als Blindencentrum, als NSBS, ook meer voorlichting geven aan bijvoorbeeld de winkelzaken in de binnenstad, aan bedrijven, aan kantoren. En ik ben me ervan bewust dat we dat nog meer moeten oppakken. Er zijn speciale gelegenheden waarbij we dat
opvoeren. Ik denk bijvoorbeeld aan de Witte Stokkendag, waarbij we echt heel bewust met een groepje bijvoorbeeld de binnenstad ingaan of de districten intrekken. En ik dacht dat er ooit eens sprake was van een wet toegankelijkheid. Maar als je alleen kijkt al naar het verdrag voor de mens met een beperking, zou de overheid nu al maatregelen moeten treffen dat kantoren, winkelpanden, dat ze zich gaan aanpassen aan mensen met een beperking in het algemeen. De binnenstad bijvoorbeeld is zeer ontoegankelijk, ook voor mensen die gewoon zien. Je moet gewoon alert zijn als je loopt op straat. Want anders struikel je over kapotte tegels, je stapt in een open put. De stoepen zijn heel ongelijk. Je hebt hele hoge stoepen, hele lage stoepen. Ik kijk soms naar die hellingen voor rolstoelgebruikers. En ik sta en ik denk van, kan er iemand met een rolstoel echt op zo'n helling een zaak binnen gaan? Dus er moeten standaarden komen. En we moeten als samenleving ons meer bewust van zijn dat er niet alleen mensen zijn die goed zien, die goed ter been zijn, maar dat eigenlijk de binnenstad, maar eigenlijk ook alle zaken, alle kantoren, bedrijven, dat ze rekening moeten houden dat er ook mensen zijn, ook seniorenburgers, die recht hebben om te winkelen, recht hebben om zich op de openbare weg te begeven. En dat het gewoon toegankelijk moet zijn, veilig moet zijn voor iedereen. Het COVID-19 crisismanagement team is vandaag gesprekken gestart over de mogelijke aanpassing van de COVID-19 maatregelen die gelden in het kader van de partiële lockdown. In overleg met departementsdirecteuren van verschillende ministeries wordt nagegaan op welke manier het leven van alle dag kan worden genormaliseerd met inachtneming van de COVID-19 veiligheidsregels. Deze zijn inmiddels bekend. Handen wassen, afstand houden, niet in grote groepen bij elkaar komen en thuisblijven bij griepsverschijnselen. Suriname is momenteel coronavrij en de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert dat de lockdownmaatregelen mogen worden opgeheven indien de autoriteiten het gevaar voor verspreiding minimaal achten. De autoriteiten kiezen daar vooralsnog niet voor. Er wordt wel gekeken welke maatregelen kunnen worden herzien om burgers op een verantwoorde manier in de gelegenheid te stellen het leven van alle dag weer op te pakken. Het overleg had onder meer betrekking op de voortgang van onderwijs, crèches, horeca, toerisme en transport. Er is nog steeds een grote dreiging voor massale verspreiding van het coronavirus aan de grenzen. Met name de oostgrens, waar personen illegaal de rivier oversteken. Na vaststelling van positieve COVID-19 gevallen in dit gebied, heeft president Desiree Bouterse op advies van het crisismanagementteam een totale lockdown afgekondigd aan de Surinaamse grenzen en op de grensrivieren. Mensen mogen zich alleen verplaatsen met schriftelijke toestemming van het COVID-managementteam of het traditioneel gezag. En dat was Focus. De COVID-19-teller staat in Suriname op nul. Maar wij dienen als natie toch op onze hoede te blijven om onszelf en anderen veilig en gezond te houden. Het is geen tijd om de COVID-19-regels overboord te gooien, omdat de wereld nog niet bevrijd is van dit virus. Wij dienen ons te blijven houden aan de preventiemaatregelen en de lockdown om onszelf te beschermen. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.